Middag. Middag. Goedemiddag. Welkom weer bij een nieuwe vlog. En de rest moet jij doen, schat, want ik weet het echt niet. Oei. We zijn hier bij het Vin aangekomen, hier in Zuid-Leeuwen. We gaan hier eerst ons broodje opeten. We hebben een wandelknooppunt uitgestippeld. En daar gaat mijn sleutels. Ja, die is zij al aan het pakken. Dus we gaan hier eerst een broodje eten. Met... Steek die in je rugzak? Die ga ik in mijn rugzak steken, ja. Met ook nog een heerlijke, frisse, lekkere macchiato of zoiets. Van Cecimel. Dat mijn drink ook maar zo. En dan Ferrari zei ook ijskoffie cappuccino van Douwe Egbert. Voilà, reclame tot en met. En nu gaan we eten. Het kan zijn dat er zelfs nog iemand in de vlog gaat voorkomen. Tot straks. En geniet maar van de natuur. Ik ga branden dan jij nu. Nee, ik. Ja, waarom? Omdat ik me niet ingesmeerd heb. Jammer. Ik had dat toch gevraagd? Ja, begrijp dat. Ja, we zijn hier nu aan het wandelen op de route richting het Vin. En ik zeg het, het is stralend, het zonnetje is weer met wat bewolking. Even mijn camera voor mee houden, want er zijn fietsers daar. Ja. Voilà, die fietsers zijn weer gepasseerd. Oh. Schatje, wil je zelfs mijn nieuwe schoenen laten zien dan? Allee, we zullen hier in de schaduw dat laten zien. Haar nieuwe schoenen. Die ik van jou heb. Ja, die is ze van mij gekregen. Kijk eens hier. Ziet dat eens aan. Wauw, hè. Toppie. Ze is er echt blij om, hè schat. Ja. Ze is er echt blij om en dat is het enige wat ook telt. En dat is mijn verjaardagscadeau allemaal. Een vroege verjaardagscadeau. Ah, oké. Okay. Oh man. Ja, dat heb ik gisteren ook gezegd. Dat ik dat voor mijn verjaardag wilde hebben. Dat is wel waar. En ik ga je wel al één ding zeggen. Hè. Volgende keer maar één fles ijs meenemen. Want, amai man. Ik heb nu, wacht hè, 3 kilo. Plus een kilo en een half. Dat is 4,5 kilo op mijn rug. Ja. En dan heb ik nog niet eens... chocomelk en al ook nog eens meegerekend. Want die zitten ook nog in mijn rugzak. Ja, dat klopt. Amai man, veel fietsers hier op de route. Zie eens, daar komen er nog. Wielrenners. Hé ja, schat. Ja. Wauw. En zie eens, hier hebben we een kleine beekje. Die heel proper is. Oh, die ziet er al heel goed proper uit. En dan hier echt ja, de natuur. De bomen. Netels. De netels. De brandnetels. Wie heeft er al van mijn kijkers... Oh, dat is een hele goeie. Wie van mijn kijkers heeft al eens brandnetelsoep gegeten? Heb jij dat al gegeten? Nee. Wij weten niet. Laat het hieronder in de reacties weten. Dus als jullie al netelsoep hebben gegeten, ja of nee. Brandnetelsoep. Zo is het. We komen nu stilletjes en stilletjes dichter bij het Vin aan. Dat is altijd heel leuk. Oh, hier is de schaduw weg. Hier is de schaduw weg, ja. En hier komen we een maïsveld nu tegen. Jonge plantjes nog, die volle bak in de groei zijn. Dit loopt best toch wel heel moeilijk zo. Waarom denk je dat ik op deze stuk loop? Ja, maar met deze schoenen voel je dat wel. Ah, oké. Okay. Omdat het eentje zijn zitten. Allee, ik zal zeggen, geniet nog maar van de natuurbeelden. Dat is. Hoe mooi dat het hier is. En zonder ons op de beeldscherm.
En daar ergens achterin ligt het vin. Daar ergens. En als we dan rond de vijver zijn gewandeld, dan komen we stukjes ervan terug. Dan is dat een hele mooie wandelroute geweest van om de beide 6,8 kilometer. Ja. 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 Ik heb een fitness gekregen, sorry. Zo. De koeien. En mijn mama en een pa en ik. De vader en de moeder staan ook in de wei. Ja, de ezels heb ik dan over. Die staan nu echt ook heel geweldig in de schaduw. Ik ga eens kijken als ik hem kan te pakken krijgen. Ginder zitten ze. Ziet je? Hey! En in ginder is het vin. Waar heel veel auto's staan. Zo mensen, ik ben tot besluit gekomen om even reisomkeer te doen, want je ziet het vin ligt nog altijd heel droog erbij. Normaal gezien staat dat allemaal onder water, allemaal. Maar dat zijn ze nog altijd die bodemontreiniging nog altijd bezig. Hoe lang dit nog gaat duren, dat weet niemand niet. Want het is een heel serieuze oppervlakte wat ze hier hebben leeggebomd. Hier hebben ze echt letterlijk en figuurlijk een ganse maand nodig voor gehad. Een of andere brandweerwagen kwam hier gewoon aan, dat leegpompen. Allee, dan gaan we maar eens terug naar de auto. Of wat met mijn dammeke hier iets eten? Nee, want we hebben net gegeten. Ja, maar een pannenkoekje gaat er altijd in. Voor mij niet. Of mag ik een pannenkoekje, dan drink jij gewoon iets. Als er milkshake is, wil ik een milkshake. Oké. Okay. Ja, het is zover. Je ziet, ik ben hier nog alleen aan het wandelen. Maar toch wel met een goede vitesse. Toch goed hoor, zo ze goed door kunnen wandelen. Ik ben nu heel snel dat ik met een auto aan het wandelen want we hebben een schat. En daar, nu schoentjes, kan ze niet mee. Ach ja. Mensen, jullie hebben alle bellen gekregen. Want ik liep blijkbaar in het midden van een voetpad. Ik ben echt een goede wandelaar. Goed die vitesse kan opleveren. Het is een kilometerket dat ik alleen moet wandelen nu. Dat maakt me niet uit. Waar weet ik ervoor over? Maar ik weet wel dat ik zelfs goed uit ga geput zijn aan mijn auto. Waar ik het toch ook wel een klein beetje ga voelen aan mijn spierkes. Dat ik niet gewoon ga stilstaan. En ik zie al de wagens al rijden, dus het is al niet meer zo ver. Ik denk nog een goede 5 à 10 minuutjes wandelen dat ik er dan ben. En je hoort het ook al aan mijn ademhaling dat ik goed door aan het wandelen ben. Echt, hier zijn de granen.
voor sandwiches te maken, voor brood. Daar heb je de maaiers. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Allee, tot zoiets. Ja, ja, wat hebben we de ganze dag gedaan? Pokémons gaan vangen, de gems gaan veroveren en alle 17, 18 gems. Daar sta ik nu momenteel in, 18. Oho. Hoe lang dit nog allemaal gaat duren van dat ik er volledig uit ben naar die 18 Pokémons, dat weet ik niet. Dat weet ik totaal niet. En jij blijft aan uw kant. En ik moet dringend, hè, maar ook echt heel dringend, naar de wc. Nu hebben jullie mij 100% de concentratie gezien op de baan. Wat vinden jullie daarvan? Laat zeker dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal, dat ik het zo goed doe met het rijden. Dus echt abonneren, dat ik echt zeer, zeer, zeer goed nog ga rijden. Waarom moet je mij nog abonneren op mijn kanaal? Oh ja, dat ik nog meer chocomelkjes ga drinken. Doe het eens op. Dat je nog meer dan watertjes gaat drinken. Ja, dat is ijs. Dat is ijs wat hierin zit. Ja, we zijn ook dus even een kleine wandelingsje gaan doen in het Vin. Maar het Vin, het water staat er nog altijd niet in. Dus ik vond het wel jammer. Toen ben ik nog naar een andere punt gegaan, waar ook zo water is. En daar stond zo dat daar ook wordt gesurfd en al. Blijkt dat dat baantje toch niet weer al een privébaan is. Ja, dat wordt niet aangeduid op Waze, hè. Dus zoiets moet er ook nog eens inkomen in Waze. Als dat een privébaan is, ja of nee. Ofwel een privaat domein. Dan moet er ook wel een klemmetje even opstaan. Dus ik wou daar naartoe gaan, jammer genoeg, dat was wel iets boven Leuven dat we terecht zijn gekomen. Maar ja, jammer, daar konden we dus totaal niet aan geraken. Weet jij nog leuke plekjes, bijvoorbeeld waar er gesurfd wordt, waar er gekajakt wordt, of er wordt gewoon een bootje gevaren? In de lucht bijvoorbeeld, waar ze parachutes springen en al. Laat het aan mij weten. En ik ga daar zeker eens naartoe om eens een leuke beeldmateriaal ook daar mee te maken. Want ik wil echt meer en meer en meer content in mijn YouTube vlogs hebben. Juist, de blauwe zak moet nog buiten. Ja, want de ophaling is morgen. Ja, eigenlijk vandaag dat jullie het van kunnen zien, pas een dag later als ik het opneem. Wat ga ik dan nu nog doen? Ja, jullie kunnen het raden. En zo knol. En dan ook nog op Reddit nog even mee bezig houden, denk ik. Of niet, ik weet het niet. Oeh, schoon volk. Wat met stoere gassen erlangs. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, ik ben weer aangekomen in mijn straat.
komen in straat voor noemen en mijn vlogs, maar dat doe ik jammer genoeg niet. Amai, wauw! Eén volledige blauwe zak bij ons. Eén volledige blauwe zak. Toppie. Geen groene containers of niks. Zitten ze buiten? Nee, ze zitten niet buiten. En dan nog goed parkeren. En voilà, ik ben terug thuis aangekomen, veilig en wel. Dan ga ik dat zometeen ook nog laten weten naar mijn vriendinnetje. En mijn schatje. Just, mijn laptop moet ook nog mee naar boven teruggebracht worden. Mijn rugzak moet ook nog mee, juist. Dus ik moet nog redelijk veel meenemen. Dus ik ga jullie later, vergeet ook niet aan mijn belgen te drukken, dan blijven jullie ook op de hoogte. Ja, dat was een vlieg. Wanneer dat er dus een nieuwe video is online is gekomen op mijn YouTube kanaal. Vergeet ook niet te abonneren. Dan blijven jullie ook beter op de hoogte wanneer dat er ook iets vernieuwd is op mijn YouTube kanaal. En vergeet niet te liken. Zo help je mij weer al verder mee in de videowereld, in de mediawereld, om weer op meer mensen te bereiken. Hoe meer likes dat ik krijg, het klinkt heel raar, hoe meer dat mijn kanaal wordt bereikt. Dus die likes zijn zeer, zeer, zeer belangrijk. En ook natuurlijk de views. Tot morgen allemaal. Yo. Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to